Ja, waar ben ik voor op pad nu weer beland? Nou, in Guben. Guben is een behoorlijke plaats aan de Pools-Duitse grens. En hier doen ze iets bijzonders. En wie wel eens van Gunther von Hagens heeft gehoord, weet wat. Ja, Gunther von Hagens is de man die in 1977 een methode uitvond om lichamen eindeloos lang te kunnen bewaren. De techniek van plastinatie. En wat doe ik dan hier? Nou ja, wij maken in op pad natuurlijk nu ben ik doorgezaagd. En we gaan de laatste maken. Dus wij dachten, waarom zagen we nou niet eens een keer een buitensporter door? Nou, en om dat plannetje te laten lukken, heb ik een paar mensen nodig. In de eerste plaats twee modellen, maar ook twee mensen die me helpen. En Udo en Daniel, die gaan mij helpen om de modellen de studio in te krijgen. Maar ja, hoe maak je nou van een van de meesterwerken van Gunther von Hagens een buitensporter? Bijvoorbeeld een bergbeklimmer. Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk met een klimrugzak. En wat zit erin? Nou ja, een klimharnas. Een klimhelm. Ja, en natuurlijk mijn touw. En die gaan we eens even daar aan die haak vastmaken. Ja, en machtig interessant om eens een keer in een borstkas te kijken van iemand met overduidelijk rokerslongen. Dat hele ontleden, dat vergt ongeveer 500 uur. En om een lichaam helemaal of tentoonstellingsklaar te maken of zo klaar te maken dat hij bijvoorbeeld naar een universiteit toe kan, 1500 uur zijn ze ermee bezig. Nou, nadat het lichaam helemaal uit elkaar geplozen is om alle weefsels en spieren mooi zichtbaar te maken, komt hij hier terecht. Al deze bakken zijn gevuld met aceton. Aceton heeft de eigenschap dat hij alle lichaamsvloeistoffen vervangt en dat het vet oplost. Nou, dat laatste is nodig om zo met een plastinatieproces goed te laten plaatsvinden. En ja, dat gebeurt weer één deur verderop, dus daar gaan we nu even heen. Nou, na het acetonbad, het gek is, het ruikt hier dus helemaal niet naar nagellak, gaan we verder met het plastineren. Nou, ook dat gebeurt dus weer in van die hele grote bakken. En ze zijn bereid om er eentje voor ons open te maken. Nou, om een lichaam te kunnen plastineren, wordt het lichaam helemaal ondergedompeld in ja, zeg maar een vloeibare kunststof. En het gekke is nu dat om dat proces, dat moet langzaam verlopen. Nou, dat vloeibare plastic wat hierin zit, dat is dus min 25 graden. Daardoor ontstaat er een soort van onderdruk in deze kast die dan afgesloten is. Waardoor de aceton uit het lichaam gehaald wordt en vervangen wordt door dus die kunstharsen. Ja, en dan krijg je dus een lichaam wat weer verder bewerkt kan worden naar een anatomisch model voor een universiteit of zelfs voor een museum. Ja, en als je dan naar die vloeibare kunststoffen kijkt, dan is het eigenlijk een soort van of je suiker in een pannetje aan de kook bent. Want er komen echt hele dikke, stroperige bubbels uit. En dat is dan weer de aceton die aan het verdampen is. Nou, na het plastineren zijn die lichamen weliswaar heel goed geconserveerd, maar nog steeds relatief zacht. En doordat ze relatief zacht zijn, kan je een lichaam of een hoofd of elk onderdeel in een positie nog brengen. Ja, dat is wat ze hier doen. Nou kun je zien aan de hand van de kleuren dat er nog wat verschillen zijn waarmee ze gebruikt worden.
bijvoorbeeld een heel grijs lichaam waar geen kleur in zit, gaat naar een universiteit toe. Omdat die puur voor medische doeleinden gebruikt wordt. Ja, dan zijn er ook een paar modellen die juist heel mooi gemaakt worden voor de exposities. Nou, als zo'n model dan helemaal met staaldraadjes en pennetjes en injectienaalden en zelfs een plastic zakje gewoon helemaal op model gebracht is. Nou, dan moet er nog één stap gedaan worden om dit relatief zachte model hard te maken. Nou, en dat gebeurt in een ruimte verderop. Nou ja, dat helemaal gestoken model met die pinnetjes komt dan hier terecht. Het klinkt bizar, het is een gasruimte. En dat gas zorgt ervoor dat het plastinaat gewoon kan uitharden. Gewoon een chemische reactie, niks bijzonders aan. En ja, laat ze er nou net eentje klaar hebben. En dit is dus klaar nu om naar een universiteit te gaan, of naar het museum, of naar een van de exposities van Hagens. Nou, dit is het andere model wat we wilden gebruiken voor de foto. Maar ja, toen we klaar waren met die bergopklimmen, vonden we die eigenlijk toch wel heel erg mooi. En jij bent... dit is dus een van mijn favorieten hier. De Denker uit 2002. Een bijzondere hiervan is dat ze dus alle bloedvaten, die zijn met een hars geïnjecteerd, het rode. Daarna wordt het lichaam in een bad met enzymen gelegd en die eten eigenlijk al het vlees op. En het enige wat overblijft zijn dus die kunststofvaten, ja, en de botten. Ja, een van de spectaculairste stukken is natuurlijk een opengewerkte giraf. Ja, en wat je dan zo grappig kan zien is dat hij daarvoor in zijn kop hele kleine hersentjes heeft. Maar ja, daarachter in die borstkas, daar zit wel zo'n hart nodig natuurlijk om het bloed naar het hoofd te pompen. Heel mooi gemaakt. Nou, het is Gunther von Hagens niet alleen te doen om altijd maar anatomisch correct bezig te zijn. Hij is ook bezig voor een deel met eigen kunst. Ik heb nog nooit een vliegend varken gezien en een vliegende jak. Maar wel heel erg leuk. Ja, nou ja, de langste in plakjes gesneden mens die ik hier gezien heb. En zo'n stellage heeft natuurlijk onderhoud nodig. En Udo is samen met een collega al 2 weken bezig om al die touwtjes weer op de goede plek te krijgen. Zodat hij weer fatsoenlijk op de tentoonstelling kan hangen. Ja, en als je dan zo over het terrein rondloopt, dan kom je een hele hoop dingen tegen. Ja. Een giraf die nog op verwerking wacht. Ja, eindelijk een lekkere luie bank. Ja. Een dag rondlopen tussen allemaal lichamen van mensen en van dieren is best een intensieve ervaring. En je kan ervan vinden wat je wil, maar ik vind het toch vooral erg mooi en leerzaam. Als je dat zelf ook een keer wil meemaken, dan kan je natuurlijk gewoon in de auto stappen of de trein pakken en je gaat naar Guben. 800 kilometer vanaf Amsterdam zo'n beetje. 8 uur rijden, ben je er. Ja, je kan ook even wachten tot januari 2014, want dan komt er op de Damstraat een vaste expo van het werk van Gunther von Hagens. Ja, en tot zover is, ga ik nog even uitrusten onder een Harry Potter. Nou, hoe word je nou een plastinaat? Nou, dat is heel eenvoudig, door je lichaam ter beschikking te stellen aan het plastinarium. Nou, dat hebben al zo'n 13.500 mensen gedaan, waaronder 63 mensen uit Nederland. En stel je nou voor dat ik dat ook zou willen, een plastinaat worden, dan hoef ik alleen maar dit kaartje in te vullen om duidelijk te maken dat ik er wel belangstelling voor heb. Nou ja, of ik dat ga doen, daar ga ik toch nog even over nadenken.